Eindelijk, daar is hij dan, de allereerste koptelefoon van Sonos. Is het genoeg om de strijd aan te gaan met Apple's AirPods Max? Blijf kijken en luisteren. Yo, 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 ik ben Bram van Bright. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het gebeurt niet vaak dat we het zo lang hebben over een gadget die steeds maar niet komt. In januari 2019 schreef er al over, ruim 5 jaar geleden. En sindsdien eigenlijk elk kwartaal kwamen er nieuwe roddels bij. Maar nu is hier dan eindelijk de Sonos Ace in het zwart en in het wit. Wat kan die allemaal? Wat voor Sonos voordelen heeft die? En kan die een plek vinden tussen al die andere premium koptelefoons? Nou, even in het kort, wat is het dan precies? Nou, de Ace is, zoals je ziet, een over-ear noise cancelling Bluetooth koptelefoon. De eerste speaker dus van Sonos die je op je hoofd draagt. Hij is duur, €499, en hij wil dus meedoen met de hoogste categorie aan koptelefoons. Dus tussen de AirPod Max van €579 en de nieuwe Sony Mark 5 in. Die kost namelijk €319. Dat is dus een beetje waar je Sonos over het algemeen al kan verwachten. Het zit dan ook volgepakt met specs met alle laatste standaarden. Lossless audio, spatial en ruimtelijk geluid, Dolby Atmos en ook dynamische hoofdtracking. Voor als je video aan het kijken bent op je tv en dan loop je naar de keuken om even een hapje te halen, dan hoor je nog steeds het geluid van de kant van de tv afkomen. Het blijft zeg maar in de ruimte hangen. Ja, Multipoint ondersteunt hij ook om 2 apparaten tegelijkertijd te verbinden en snel te kunnen wisselen. En in de doos zit een USB-C naar USB-C kabel om te laden en te luisteren. Maar ook een USB-C naar mini jack kabel. Jippie, gebruik je helaas waarschijnlijk nooit meer. Nee, dat is wel jammer, maar toch fijn om te hebben. De bediening gaat via 3 verschillende knoppen. De belangrijkste is de content key, deze grote. 1 keer drukken is aan, volgende nummer is 2 keer drukken, volgende nummer is 3 keer drukken. En naar boven is harder, naar beneden is zachter. En ingedrukt houden betekent geluid overnemen. Daar kom ik zo meteen op terug. De knop daaronder is de noise cancelling knop. Daar kun je schakelen tussen aware of noise cancelling aan. En aware betekent dan dat het geluid van buiten versterkt wordt, alsof je een soort van geen koptelefoon op hebt. Aan de andere kant heb je hier nog de aan- en uitknop van het hele apparaat, die tegelijkertijd ook de Bluetooth connectieknop is. Ja, dat is niet zo handig, vooral niet als je hem 1000 keer moet indrukken om te connecten. Daarover zometeen meer. Maar ja, dit is natuurlijk een Sonos koptelefoon, hè? Dus je moet ook gebruik kunnen maken van het feit dat je in het Sonos systeem zit. En je merkt echt aan alles dat dit een echt Sonos product is. De tikjes, als je hem harder en zachter zet, zijn hetzelfde als op je speaker. Het is met dezelfde zorg ingepakt en er zitten zeg maar dezelfde finesse in verwerkt. Maar de integratie gaat niet zo erg ver. Je koppelt de Ace direct via Bluetooth of via de Sonos app. Ja, dat tweede, dat moet eigenlijk wel, want dan kun je meteen multipoint aanzetten. Dat je dus tussen 2 apparaten kan wisselen. Waarom staat het niet standaard aan? Dat weet ik niet. En als je wil, kun je daar ook nog de EQ's aanpassen, dat je meer bas of juist meer midden krijgt. Ja, dan krijg je hem dus in de app te zien, onder al je speakers. En vanuit daar kun je dan ook je muziek of je podcast aanzetten. De integratie is nu nog een beetje sumier, zou ik zeggen. Er is 1 echte party trick, die laat ik je zo zien. Maar waarom niet automatisch naar speakers overschakelen als ik thuis kom met mijn koptelefoon op bijvoorbeeld? Of juist de andere kant op, als ik wegga en ik pak mijn koptelefoon en ik zet hem op, dat die meteen de muziek van thuis overneemt. Het lijkt me dat daar nog wel wat te winnen valt. En dan komt nu de truc. Je kan dus overschakelen van de soundbar naar de koptelefoon. Ja, dit werkt nu alleen nog maar voor de Arc, hè, de allerduurste soundbar van Sonos. Maar binnenkort komt het naar alle soundbars, dus ook naar de goedkoopste Ray en zelfs de eerste generatie Beam. Dus, hoe het in de echte wereld zou gaan, hè? Je bent even lekker de augurkenkoning aan het kijken, maar dan komt je vrouw binnen en dan wil je even in rust en stilte naar het gezwets van Oos en zijn jongens kijken. Nou, wat je dan doet, je zet je koptelefoon op, je houdt de content key ingedrukt. En dan, hup, wordt het geluid van de Arc overgenomen door je koptelefoon. Dat is wel echt heel vet. Het is ook leuk, want het werkt op dezelfde manier hoe je normaal gesproken geluid kan overnemen van een Sonos speaker naar een andere Sonos speaker. Dan hou je hem ook even ingedrukt en voor je het weet hoor je het geluid overal. Dit is dus echt een handige toepassing. In theorie. Helaas heb ik het niet voor elkaar gekregen om dit te laten werken. Ik was heel dichtbij. De connectie tussen de Ace en de Arc is uiteindelijk gelukt. Na 26 keer proberen en met een hoop gewonder en gevloek.
Maar het echte overschakelen, dat lijkt te werken. Hij gaat even draaien, maar uiteindelijk krijgt hij toch weer een foutmelding. Jammer. Hallo, hallo, even snel tussendoor hoor. Maar we zijn weer op zoek naar nieuwe stagiairs. Ben jij die videoheld die ons gaat helpen bij het filmen en in elkaar zetten van dit soort schitterende video's? Solliciteer dan nu op bright.nl/stage. En we zoeken ook een redactiestagiair voor het tikken van artikelen. Publiceer! En dan nu heel kort het stukje waarin ik vertel hoeveel problemen ik wel niet heb gehad met de installatie. Ja, lang verhaal kort. Ik heb het op mijn Android, mijn Spiksplinter nieuwe Pixel 8 Pro, super high-end, beter kan bijna niet. Niet voor elkaar gekregen om de koptelefoon via de app te verbinden. Wel direct via Bluetooth, dus ik kon wel luisteren, maar niet via de app. Nee, en het lukte niet op mijn Pixel 8 Pro, het lukte ook niet op mijn OnePlus tablet en ook niet op de Fold van collega Stef. Hoi, Pixel Fold, vouw maar even open. Ja, werkte ook niet. Pas met de iPhone van Erwin, ja, lukte het uiteindelijk wel. En toen ook maar half. Ja, de app die vloog er regelmatig uit en de connectie van de Arc, van die grote soundbar, wilde gewoon nog steeds niet. Huilen, 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 ik weet het, maar je kan een techjournalist echt niet veel gekker maken dan een ding dat niet wil verbinden. Ja, heb ik daar dan in mijn eentje last van? Ik zeg al, ik heb veel verschillende apparaten geprobeerd. Ik had echt heel veel problemen. Maar toen ik bij onze concurrenten journalisten ging vragen, hadden die allemaal geen problemen. Die werken ook allemaal standaard met iPhones over het algemeen. Dus ik denk dat daar de problemen wat minder zijn. Kijk, ja, en ook die Android-problemen, die zullen allemaal wel opgelost gaan worden. Zul je net zien, berichtje van Sonos, dat er connectiviteitsproblemen zijn tussen de Ace en Android. Wel fijn dat ik niet gek ben, maar dat het dus aan Sonos ligt. Het is, als het goed is, bij de volgende update, morgen als jullie dit kijken, alweer opgelost. Daar moeten we dan maar even van uitgaan. Maar mijn ervaring met Sonos überhaupt is dat het systeem, als het eenmaal staat, het heel goed werkt, maar dat je er dan echt af moet blijven. Opnieuw verbinden van de speakers, maar ook dus van deze koptelefoon, dat blijft allemaal behoorlijk gammel. En nu we toch lekker aan het ranten zijn, kunnen we meteen even de app-update bespreken. Ja, de recente app-update van Sonos kan met gemak de boeken ingaan als slechtste app-uitrol ooit. De app heeft nog maar 1,2 ster over in de Google Play Store. En de recensies van mensen zijn echt, ja, bijna lachwekkend te noemen. Ze zijn zo ongelooflijk boos. En waarom zijn die mensen dan boos? Nou, populaire functies die eerst veel gebruikt werden, die verdwenen in één keer uit de app. En het systeem werd voor veel mensen veel minder betrouwbaar. En ook nog eens langzamer. Dat is allemaal te lezen in eindeloze 1-ster reviews. En al helemaal toen Sonos als reactie op die negatieve reviews zei dat ze juist moed hadden getoond om de app op deze manier uit te rollen, zonder sommige functies, toen werden mensen echt nijdig. Waar is mijn alarm? Ik erger me kapot. Fix dit. Ik ga nooit meer terug naar Sonos. Ik wil heel graag terug naar de oude app. Sonos, klote update. Weer een nieuwe update dat ook niet werkt. Oh, mensen, de mensen gaan maar door. Koop geen Sonos. Slechtste app in de Play Store. Ja, ik denk dat de appafdeling van Sonos niet zo'n hele lekkere maand heeft. Ja, weg weer even bij de reviews en terug naar de nieuwe app. Want begrijp me niet verkeerd op boze mensen, maar ik moet zeggen, ja, in de basis, ja, in het idee, is de app wel echt een flink stuk beter geworden. Je swipe naar boven en al je apparaten worden zichtbaar en alle diensten zijn heel mooi samengevoegd op de homepage. Het is een beetje alsof je een soort van tweede thuisscherm hebt, maar dan alleen maar voor je muziek en voor je audio. Ik heb nog wel vertrouwen in dat dit allemaal goed kan gaan werken. Nou, samenvattend, wat vind ik er nou eigenlijk van die Ace? Laat hem even vergelijken met mijn eigen persoonlijke benchmark, de Bose 700. 4,5 jaar geleden gekocht, toen bestond die ook al een tijdje en hij kostte toen €293 in de aanbieding dus. Nou, ik heb hem heel veel mee geluisterd en al 4,5 jaar bijna dagelijks gebruikt. Alleen maar één keer de luisterpads vervangen. Wel een stuk moeilijker dan bij Sonos, maar het ging wel uiteindelijk. Shoutout naar Bose voor hoe lang hun portable producten meegaan. Ik heb ook al nog zo'n mini Soundlink thuis, hè, van 10 jaar oud, die het ook nog steeds heel erg goed doet. Bose, lekker bezig. Jammer dat jullie bijna niks meer in Nederland doen. Nou goed, vergeleken met elkaar, hè, groot prijsverschil. Bijna €300 tot bijna €500.
Je merkt in de bouwkwaliteit wel dat die Ace gewoon een stuk steviger en robuuster is, zou ik zeggen. En ook hoe die op je oren valt en hoe het gewicht verdeeld is, werkt op de 700, op de Bose, gewoon wat minder prettig dan op de Ace. Kijk je dan naar de kwaliteit bij het luisteren? Ja, je hoort wel verschil hoor. Deze is wat voller, de Ace, en de Bose is net wat vlakker. Maar voor mijzelf, voor iemand met een niet absoluut gehoor, vind ik hem niet per se zoveel beter klinken. Ik moet wel zeggen dat ik de Ace wat fijner vind in de besturing. Lekker die fysieke knopjes in plaats van die touchbediening van de Bose. Ik vind het dan wel weer wat druk bij de Ace. Je moet echt even je weg zien te vinden van waar je ook alweer op moet drukken op welk moment. Dan de grootste concurrent van de Ace, dat is natuurlijk de AirPods Max. Stukje duurder hè, 100 euro bijna. En dat is ook meteen een flink stuk zwaarder. 385 gram versus 312 gram. Dat voel je echt als je hem in je handen hebt. Op je hoofd is het gewicht aardig verdeeld en heb je dat minder in de gaten. Geluidskwaliteit is goed te vergelijken, zou ik zeggen. Deze klinkt wat meer neutraler. En ik denk dat je alles wat beter hoort, alle verschillende lagen. En bij de Ace is het juist wat zwaarder wat de boventoon voert. Verder hebben ze allebei magnetische schelpen om heel makkelijk te verwisselen. Wel heel prettig, ik hoop dat alle koptelefoons dat krijgen. En bij de Sonos Ace krijg je een hoesje erbij, bij de Max alleen maar een BH'tje. Ze hebben dus wel veel weg van elkaar, zou ik zeggen. Maar het is wel een utopie om te bedenken dat de Sonos koptelefoon ooit zo naadloos gaat samenwerken met het Sonos systeem als Apple voor elkaar krijgt in het Apple systeem. Ja, dit zou eigenlijk toch de Android tegenhanger van de AirPods Max moeten zijn. Beetje jammer dat ik het juist op Android allemaal niet voor elkaar krijg. Dan nog even kort. Tada, stond de hele tijd al achter. De goedkoopste Sonos is ook geüpdate. In 2021 was hij er voor het eerst, hè, de draadloze portable speaker, de Roam. En nu is er de Roam 2. Dat is dus deze. Ja, nog steeds draadloos, nog steeds via Bluetooth en via wifi te connecten. Nog steeds waterdicht, IP67. Zelfde design, zelfde geluid, heel erg weinig veranderd. Het enige wat nieuw is, is een toegewijde Bluetooth knop om sneller te kunnen verbinden met je smartphone. Dat is het dan. Verkrijgbaar in 5 kleuren, zwart-wit, blauw-groen en deze rood. Prijs 199 euro. Fijn dingetje, behalve dan dat ik hem ook weer niet aan mijn Sonos systeem geconnect krijg en ook al daar alweer 1,5 uur mee bezig ben geweest en het volgens mij heb opgegeven. Ja, jammer dat een gadget die al zo lang in de maak is, zo niet af lijkt te zijn. Sonos moet dus echt aan de bak om het vertrouwen van de gebruiker terug te winnen. En zeker ook in de Sonos app. En dat is eerder gelukt, hè? En de hardware is zoals altijd vertrouwd, zeer verfijnd en ook best mooi. Maar nu de software nog.